En maar wat ik nog niet had verteld, is dat we ook onze allereerste nacht weg met z'n tweeën zonder Jimmy hebben geboekt. Yay! Hij gaat proberen te stoppen met roken. Nee, ik ga stoppen met roken. Hij gaat stoppen met roken. Dat wordt gewoon Jimmy de tweede. Zo. Leuk. Meteen dat die eerste echo ding in beeld kwam, was het meteen hetzelfde als de vorige keer. Gewoon. Ja, echt gewoon meteen bam. Oh. Goedemorgen. Welkom bij week 30 van de zwangerschap. Althans, vrijdag ben ik 30 weken. En ik ben ook wakker geworden en mijn buik is ineens heel laag. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien of dat het jullie opvalt. Maar bij Jimmy heb ik eigenlijk tot helemaal tot het einde heel hoog gedragen. En nu is mijn buik ineens laag. Lager. Ik weet niet wat dat betekent verder. Ingedaald, hij kan volgens mij kan hij nou ook gewoon nog alle kanten op dit termijn. Dus ik kan ook misschien over een uur weer hoger zitten. Mama. Jimmy, wil je er ook even op? Nee. Wil je er niet op? Ja. Oh, wel. Laat je mooie kleren eens zien. Coole outfit, hè? Nee. Gaan we naar buiten toe? Ja, kijken. Wil je naar de tuin? Ja. Maar we gingen toch eerst even naar de winkel? Deze buiten. Deze buiten? Ja. Hij zegt ook als hij dan naar de tuin wil, zegt hij deze buiten. En de tuin, zegt hij ook. En als hij naar buiten, gewoon echt naar speeltuin of zo wil, zegt hij de andere buiten. We gaan nou naar de andere buiten, Jimmy. Je moet even vertellen over waar je net mee begonnen bent vanaf vandaag. Waar ben je mee begonnen? Met pillen. Voel je al iets? Nee. Ik ga stoppen met roken. Yay. Hij gaat proberen te stoppen met roken. Nee, ik ga stoppen met roken. Hij gaat stoppen met roken. Via de huisarts met pillen. Die hopelijk echt goed werken. Hij heeft wel een keertje geprobeerd gewoon zo. En ja, één of twee keer. Met van die dingen, van die pads. Nee, dat niet. Dat dacht hij ook wel eens had geprobeerd. Of kauwgom dan. Ja, kauwgom. Maar dat was echt zo ranzig. Maar die moest ook eigenlijk gewoon drie keer kauwen en dan weer wegdoen. Okay. Vertelde die vrouw van de huisarts zo. Maar in ieder geval, hopelijk gaat het lukken. Ja, dat hoop ik ook. Want je wil het nou ook zelf graag, toch? Mm-hmm. Vorige keer. Thijs die zei altijd, als ik met jou verkering krijg, dan stop ik meteen met roken. Dat was gewoon een verkooppraatje. Ja, toen lukte dat helemaal niet. Toen had hij dan uiteindelijk 3 jaar later had hij verkering met mij gekregen. En toen wist hij niet hoe snel hij weer moest beginnen. Dus. Ja, nou, toen was het buiten binnen. Het is wel geprobeerd toen. Ja, dat wel. Omdat ik je eraan hield. Maar goed. Dus, to be continued of het gaat lukken? Een beetje vertrouwen hebben. Ja, je kunt wel, die vrouw zei wel dat je 5 tot 6 kilo kunt aankomen. Oh, daar kan er nog wel bij. Je bent al heel veel aangekomen de afgelopen paar jaar. Ja, ze zeiden dat er wel een van de bijwerkingen was. Maar jij kunt niet nog meer gaan eten dan dat je toch nu al doet. Zo. Wat bedoel je? Gewoon, ik denk dat dat voor mensen is die zeg maar, ondanks het roken, ja, dat denk niet ik ook. Zoveel eten. Dat denk ik ook, en jij eet al veel. Neem aan dat het niet door die medicatie komt. Nee, nee, ja. Maar die medicatie die hoef je toch maar heel kort te slikken. Ja, dat is 12 weken of zo. Oh, ik dacht maar 10 dagen dat je dan al klaar mee was. Nee. Oh, maar dan hoop ik niet dat je echt zo'n plofkop gaat krijgen. Nee, maar ik wil wel van plan om te gaan hardlopen, alleen ik kan niet rennen nu. Met die Arie. Ja, Thijs heeft ook heel erg last van zijn rug weer. Ja, het stomme is dat ik geen last van mijn rug heb. Dat is helemaal irritant. Uitstralingspijn of zo. Ja. En straks moest ik achter Jimmy aanrennen en dat ging niet echt. In de Westermarkt, toen moest hij, ging hij in één keer wegrennen. Dus ik ging krachtig aan, maar hij was sneller toen, dan wanneer ik liep. Dus toen moest ik rennen en dat deed vet zeer. Maar vorige week zaterdag heb ik ook gewoon gevoetbald en toen had ik het ook al. Dus, ja, maar die had wel last op een gegeven moment, toch? Ja, ik had wel last inderdaad, maar het ging wel. Woensdag gaat hij naar de dokter. Ja. Thijs heeft altijd hernia's, maar... Meerdere. Ja, toch? Ja, ik heb gewoon een hernia en die is nooit weggegaan, omdat er gewoon, dat blijft gewoon. Als ze maar niks nu aan voelde het alsof het weer een andere was.
Nee. Dan dacht ik dat je zei dat het nou een andere bil was. En dat ja, het dat wel. Die pijn is in een andere bil nu. Ja. Maar dat ik er nu gewoon een andere oplossing wil zien te vinden dan medicatie voor de pijn. Want ik heb nu vaker wel last dan geen last. Ja. Tegenwoordig doen ze nooit meer echt goed opereren. Behalve echt als je een klapvoet en zo krijgt, toch? Ja. Platvoet. Ja, maar ja, als je 90% van de tijd last van hebt. Ja. Oh, mijn soep kookt. Maar goed, dat dus. Het is toch ongelofelijk. Ja, we gaan kleien. En we hadden afgesproken, je gaat eerst lekker slapen en dan gaan we kleien. Nou, hij komt beneden en het eerste wat hij zegt tegen mij, mama, kleien. Jij kunt het zo goed onthouden, hè? Dat is niet normaal. Kleien. Ja, kleien, kusje. Papa. Als je... Papa. Wil je nou slapen? Nee. Nee. Dit? Ja, kom, we gaan kleien. Mooi, je bent zo stoer. Doe maar kleien. 1, 2, hoppakee! Kleien! Ja! 1, 2, hoppakee! Wacht, wel lopen. Lopen. 1, 2, hoppakee! Maar ik even hierop. Goedemorgen. Zijn we er? Gaan we met de kindjes spelen? Jimmy even afgezet op, of afzetten nu op het kinderdagverblijf. Ik moet werken en vanavond hebben we een hele leuke 3D echo. Ik ga het niet zeggen, want vanochtend zei ik, nou jij gaat vanmiddag lekker bij opa en oma spelen en dan gaan papa en mama naar de, ik kan het niet op zijn Engels zeggen, want het woord is hetzelfde, de BAB Griekse ei. Wij gaan naar de BAB Griekse ei kijken. En toen was het daarna heel de ochtend, ik wil ook mee kijken. Dus dat moet ik beter niet zeggen. Maar Jimmy gaat nu lekker met de kindjes spelen. Ja? Let's go! We zijn er klaar voor de echo. Ik ben ook echt heel erg benieuwd, omdat we dus nu een vergelijking hebben met Jimmy. Of we dan ook echt zien dat het kindje een ander gezichtje heeft dan Jimmy toen had of zo. Ja, die beelden hebben we ook nog juist, hoor. Ja. Dus of dat het gewoon ja, heel erg op elkaar lijkt. Of... Ik ben gewoon echt heel erg benieuwd. En hier kijken we recht in het gezicht. Jij heeft mega lange wimpers. Ja. Oogje, neusje. Mooi mondje. Oh, ik kan hem heel mooi in beeld brengen. Oh, dit is echt... veel duidelijker, hè? Ja. Maar hij is ook nou in één keer een reus. Ja. Vergeleken met de vorige echo. Of is deze ook verder ingezoomd nu? Ja, ik zoom hem. Oh, kijk hier. Oh, dit is echt Jimmy's gezicht, hoor. Ja. Oh, wat een mooi kindje. Mama's neusje, hè? Ja, maar dit is echt precies als toen, hè? Ja, het is echt exact hetzelfde, gewoon. Ja, voor mijn idee, voor mijn gevoel. Ja. Oh, prachtig. Dat is echt schattig. Straks hebben we echt een kloontje. Yeah. Een mondje. Getuite lipjes. Oh. Echt heel schattig. Oh, zo schattig. Hij lijkt gewoon klaar, hè? Ja. Mooi. Ik ben ook echt benieuwd dat hij er dan inderdaad echt ook echt zo hetzelfde uitziet. Of dat het toch wel anders is. Maar de contouren zijn in ieder geval hetzelfde. Ja, hetzelfde. Maar het is wel van jou, of niet? Ja, van mij. Mama. Ja. Mondje. Lachen. Ja. Echt zo'n hartjeslipje heeft hij. Ja, dat had Jimmy ook wel. Ik
Kijk, dan steekt hij een voetje in zijn oogjes. En er zit nog een ander voetje hierachter. En mondje open gapen. Oh. Hier kijkt hij een beetje moeilijk, hè? Dat kindertje ook, hè? Ja, ja. Dat was heeft ook Jimmy, hè? Ook een foto van jou, hè? Die inham zo. Ja. Zo'n foutje. Ja. Dat was gewoon Jimmy de tweede. Zo. Leek. Meteen dat die eerste echo ding in beeld kwam, was het meteen hetzelfde als de vorige keer. Gewoon. Ja, echt gewoon meteen bam. Oh, dit is Jimmy. Echt heel raar. Ja, maar ook zeg maar, wat heel duidelijk toen al te zien was, is dus het neus. En dat zij zei ook meteen weer dat de ogen dieper lagen. Wat uiteindelijk helemaal niet zo was. Maar dat leek hier nu ook weer te zien. Ja. En die kin. Ik krijg weer een korslip trouwens. Maar die kin die is zeg maar met zo'n deukje. Die Thijs heeft daar. Dat kun je nou niet zo goed zien. Er zit allemaal haar voor. Met zo'n deukje hier. En dat heeft Jimmy ook gehad in het begin. En nu ook niet meer. Dus ja, we krijgen waarschijnlijk, zoals het er nu uitziet, een kindje wat heel veel op Jimmy lijkt. Ik ben benieuwd. Dus noemen we hem ook wel Jim Jim 2. Kunnen we dat ook doen als naam? Jim Jim 2. Zijn we daar ook over uit? Ja. Of we doen gewoon echt Jim Jim. Dan heet eentje Jimmy en eentje Jim Jim. We weten het nog steeds niet voor de naam. Drama. Goedemorgen. Oh, kijk mijn hoofd. Dat is echt niet leuk meer. En ontploft hoofd. Maar goed. Wat ik wou vertellen. Jimmy heeft voor het eerst tot 7:30 in zijn eigen bed geslapen. Het gaat zo goed met het nieuwe bedje. Hij slaapt gewoon ook weer op zijn kussen, want hij werd eigenlijk weer elke keer wakker. En toen, volgens mij had ik dat al verteld, heb ik zijn kussen weer teruggelegd. En daar slaapt hij toch echt beter op. Vanochtend om 5:00 dacht ik dat hij wakker werd, begon hij een beetje te zeuren. Maar toen heb ik hem nog even laten liggen. Toen is hij toch weer gewoon lekker in slaap gevallen. En toen om 6:30, toen Thijs naar beneden liep, toen werd hij pas wakker. Dus echt heel goed. Hij is er ook nog geen één keer uitgekomen uit zichzelf. Hij blijft gewoon, als hij eruit wil, blijft hij gewoon zitten in zijn bed. Hij is ook niet meer zo'n, net zoals helemaal in die eerste dag, dat hij zo heel erg naar onderen kroop. Dat heeft hij eigenlijk alleen die eerste dag gedaan. Dat doet hij niet meer. Hij blijft gewoon netjes aan de bovenkant liggen. Gewoon heel fijn. Zeg maar hoi. Dit. Ga naar opa en oma toe? Opa. Ja. Hier, pak je. Hier. Knal. Oh, kijk eens, kijk eens. Ja, goed zo, je had hem. Goedemorgen. Ik lig eigenlijk elke avond voor Pampus op de bank. En dan heb ik dus verder niks meer gefilmd van de hele rest van de avond. Maar het is ook echt alleen maar liggen op de bank. Zo'n beetje toch, de laatste tijd. Ja. Kijk deze boom. We hebben in de tuin hadden we een plant staan. Boomplant, weet ik veel hoe je het noemt. Een roze ding of iets. En die is nu heel mooi uitgekomen. Mijn moeder zei al dat ze dacht dat het een roze plant of boom was. Wat ben je aan het doen? We hebben er echt zo weinig verstand van. Hè? Maar hij is heel mooi geworden. Kun je daar zitten? Ja, moet je niet zo gaan zitten. Jimmy. Jimmy gaat op turnen later. Ik wil een echte kus. Ik wil een echte kus. Een knuffel. Veel plezier op school. Oh, moet Ranja mee. Voorschrift.
Die tas staat zo schattig. Zet hem maar op tafel. In de auto. Bij de auto. Zo. Kom. Daar gaan we. Dag Jimmy. Dag schatje. Ik hou van jou. Veel plezier met de kindjes buiten spelen. Nee. Oh, jawel. Dat is leuk. Nee. Als je dan thuis komt, dan is mama er weer, oké? Okay? Mama meelopen? Ja. Handje. Wat is er met die tape aan de hand? Die is kapot. Ik heb de beste tijd gehad, mijn sleutel. Je gaat stoel goed zetten, Jimmy. Ga maar met papa mee. Dag, schat. Het enige voordeel aan een koortslip is in ieder geval dat de baby antistoffen meekrijgt. Wat dat betreft is het wel fijn dat je hem dan in je zwangerschap gehad hebt. Ja. Je hebt heel veel steentjes aan je schoenen. Met deze? Ja. Die zijn van die diepe groeven. Ja. We gaan de Jim alweer ophalen. Ik ben echt doodmoe. Elke dag. Oh jij? Ja, de laatste paar weken. Echt. Terwijl mijn ijzer was wel goed. Ja, te laag voor normale mensen. Maar voor zwangeren heb je dan toch weer... Ja, dan mag het lager zijn. Maar ik ben echt zo... Ik kan niet klagen over verder, maar ik ben echt moe. Wat? Ijsje, ijsje. Ijsje, ijsje? Jim is zo fan van ijsjes. Ijsje. 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 Jimmy, wat gaan we nou doen? Ijsje. Ja. Yeah. Wat is jouw lievelingseten? Jimmy, wat is jouw lievelingseten? Ijsje. Ja. Yeah. Wij zijn van plan om nog een vakantie te boeken in mijn verlof. Dus dan ben ik echt al heel ver zwanger. De camera is een beetje wazig. Maar echt super leuke camping. Ik ben een beetje aan het rondzoeken en ik wist helemaal niet dat er zoveel leuke campings waren. Want wij zijn altijd gewoon op vakantie gaan in het buitenland. Maar nu met Jimmy. Oh, zo leuk. Allemaal van die campings met keiveel speeltuinen. En een indoor speeltuin die dan hopelijk open mag zijn. En een subtropisch zwemparadijs en zo. Wat is er met de camera aan de hand? Maar daar gaan we dus nog boeken. We moeten heel even... Thijs nog zijn vakantie goedgekeurd worden. Maar als het goed is dat geen probleem. Zin in. Goedemorgen. Deze jas is echt... Die staat zo erg op klappen. Die krijg ik gewoon echt niet meer dicht. Dus het moet echt heel snel lekker weer worden nou. Laatste dagje werken. Jimmy is alweer naar het kinderdagverblijf gebracht door this man. Jouw haar moet je ook een beetje omhoog doen. Ja, maar dat doe ik ook. En dan zijn we lekker 4 dagen met z'n vieren. Maar jij moet morgen en overmorgen werken, toch? Mm-hmm. Maar overdag dan. Want dinsdag is het Koningsdag. Maandag ben ik altijd vrij. Dus dan hebben we 4 dagen samen met de Jim Jim. Gelukkig is het wel goed weer, dus kunnen we een speeltuin bieden. Maar is het ook 4 dagen lekker weer? Eigen speeltuin. Andere speeltuin. Oh, zodra die er als we ergens weggaan, dan wil die meteen naar een andere speeltuin. Maar is het 4 dagen lekker weer? Ja, het is gewoon wat het is. Oh, dat is wel fijn. Leuk. Radio regelen. Ja, de radio die moet uitblijven, Jimmy. En we hebben ook graag dat het koud is. Wow. Moet ik rijden? Ja. Oh. We zijn even iets heel onverantwoordelijks aan het doen. In de straat een stukje rijden. Wow, je moet hem niet laten sturen. Ik wil ook wel. Nee, nee schat, dat vind ik niet leuk. Samen sturen, Jimmy. Druk ze hierop zo. Hier krijgen we echt de rest van ons leven spijt van, want hij gaat hier nou elke keer om zeuren, hè? Niet hem laten sturen. Ik vind het doodeng.
Probeert als een man te sturen. Doe dan gewoon stilstaan, dan is het toch ook leuk. Hoezo stilstaan? Ja, dan kan hij toch wel sturen. Ja, dan kunnen we direct ook doen als we er zijn. Maar ja. Hij is er al klaar mee. Oh, ik moet eruit. Ja. Hij zat op mijn handen te duwen. Sturen. Jimmy, niet doen. Net een DJ. Hey, let op de weg. Jimmy, doe maar gewoon sturen. Oh. Sturen, ja. We zijn alweer thuis. We zijn thuis. Even door het gat hier. Je kunt het daar parkeren. Vanaf nu kunnen we nooit meer normaal in de auto stappen, hè? Want dan gaat hij alleen maar dit willen doen. Mensen, doe dit niet na. Dit is niet verantwoord. Zet ook even de temperatuur goed. Deze boeken? Ja. Moet ik nog iets invullen? Ik vind dat spannend om op boeken te drukken als het al. Als het dan zo definitief is. Ja, maar je hebt alles gekozen toch? Ja. Gaan we doen? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Nou. Oh, kijk. Opmerkingen? Nee. We gaan boeken! Wil je foto's van de baby zien? Ja. Dan moeten we de computer even aanzetten. Goedemorgen allemaal. Dertig. Computer aan doen? Ja. Oké. Wat wou ik vertellen? Gisteren hebben we dus die vakantie geboekt. Jimmy, we gaan een hele week lang heel veel leuke dingen doen voor jou. Echt puur een camping met allemaal dingen voor Jimmy. Dat is ons leven tegenwoordig. Ik zat ook gisteren te zoeken. Ik zeg, ik ben echt eigenlijk alleen maar aan het kijken wat leuk is voor Jimmy. Maar daar haal je dan zelf ook zoveel plezier uit als hij heel de tijd in zijn nopjes is. Maar wat ik nog niet had verteld, is dat we ook onze allereerste nacht weg met z'n tweeën zonder Jimmy hebben geboekt. Computer. Computer. Want dat hebben we nog nooit gedaan. En mama had aangeboden dat hij elke keertje mag gaan blijven logeren daar. Of mama komt hierheen om dat hij dan in zijn eigen bed slaapt, dat weten we nog niet. Maar onze eerste nacht weg zonder Jimmy. Dat doen we meteen als mijn verlof begint, om mijn verlof mee in te luiden. Kom Jimmy, we hebben de speeltuin voor onszelf. Er is helemaal niemand. Kom, snel. Ja, rennen. Zo groot, helemaal voor jezelf. Mama helpen? Ja. Of lukt het? Doe jouw kontje wel duwen. Kruipen, 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 kruipen. Zo'n grote hebben ze ook bij die camping die we geboekt hebben. Ook zo'n grote. Ja, vindt hij helemaal leuk. Springen! Hoppa! Op je billen springen! Maar ja, eraf glijden kan je natuurlijk ook leuk. Hoi! Hij op de wip. Allemaal leuke dingen hier, hè? Hoppa! Zo hebben we precies genoeg evenwicht. Nee, ik heb niks te doen. Nee. Goed vasthouden, hè, Jimmy? Uit. Oh, wil je er al uit? Ja. Oh, oké. Stap maar uit. Gaan papa en ik wel verder schommelen? Of ik hou papa daar, dan kan hij niet opstaan. Wat een dag weer. Ik dacht, ik zal eens een keertje vertellen hoe veel wij vandaag in één dag hebben gedaan. Tenminste, ik vind het echt heel veel. Ik heb maar gefilmd totdat Thijs erbij was in de speeltuin. Want daarna was Thijs weg. Maar dan heb ik geen tijd meer gehad om te filmen. Omdat ik dan de hele tijd met Jimmy bezig ben. Zo ging de dag. Dus we gingen 's ochtends boodschappen gedaan. Toen naar de speeltuin. Natuurlijk eerst ochtend met ontbijt en zo. Maar vanuit de speeltuin naar huis. Jimmy gegeten, Jimmy naar bed. Ondertussen is Thijs naar zijn werk gegaan.
En toen had ik beloofd, want hij was voordat hij naar bed ging alweer aan het zeuren dat hij nog steeds langer naar buiten wilde. Toen was het al 1 uur inmiddels. Beloofd dat als hij wakker werd dat we weer naar buiten zouden gaan. Dus toen dat hij wakker werd, weer naar de speeltuin gegaan met de auto. Toen nog even snel langs de winkel, want ik was nog iets vergeten. Vanuit de winkel hebben we een ijsje gegeten. En daarna zijn we naar de schaapjes gaan kijken, want hij wilde nog steeds niet naar binnen. En toen zijn we nog naar een andere speeltuin gegaan. Vanuit die speeltuin helemaal naar huis gelopen. Gegeten, in bad en naar bed. We zijn gewoon letterlijk de hele dag buiten met hem, omdat hij dat gewoon het allerleukste vindt. Ja, goedemorgen, wat zeg je? En wie is die jas? Mami, Mimi. Van Jimmy. Hij zei van mij. En hij zegt ook voortaan ikke, als hij het over zichzelf heeft. Zo knap. Het is echt niet normaal hoe snel hij nu de afgelopen 2 weken vooruit gaat met praten. Ik hoor allemaal nieuwe dingen. Mij. Hij is echt sprongen aan het maken, niet normaal. Van jou, ja. Oh. Wat gaan we doen, Jimmy? Vertel eens. Bus. We gaan in de bus voor de allereerste keer. We gaan een ritje maken naar de stad. Hij is helemaal wild als hij in de auto zit en we zien een bus voorbij komen. Dus hij gaat het echt heel leuk vinden. Nee. Komt hij eraan? Wat is dat? Ja, hij komt eraan. Ja, we gaan erin zitten. Eindelijk. Dan vraagt hij al zo lang om als hij een bus ziet. Zitten? Zitten? Ja, we gaan erin. Zit je eindelijk een keer in de bus? Vind je het leuk? Wil je daar zitten? Wil je bij papa zitten? Ja. Is er plek bij jou, papa? Ja, hè? Ja. Hij wil bij jou zitten. Ja, als je dadelijk stopt, gaan we even bij papa zitten, oké? Ga maar staan, dan mag je erop drukken. Nog harder. Ga maar weer zitten. Kan je dat? Nee, doe ik wel. Hij doet het niet. Kan die dat ook? Deze. Ja, hij is gelukt. Het is gelukt. Blijf maar lekker zitten. En bij de volgende, als hij stopt, dan moeten we eruit. Hand opsteken. Stop, zeg maar stop. 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 Ja. Waar is dat? Ja. Yes. We mogen erin. Je zit er wel relaxed bij, hè, Jimmy. Ja, maar daar is het afgezet. Daar kun je nou niet op zitten. Ringbaan Oost, zonneviaduct. Andere stoelen zijn bezet. Heb je mooie bloemen voor de schaap? Oh, ik hoor hem al. Gaan we schaapjes eten geven? Ja. Oh, hier is hij al. Nou, doen we heel voorzichtig, hè? Net. Kun jij filmen? Want ik kan er niet tegelijk. Daar komt hij, daar komt hij. Hand weg. Niet vasthouden. Zo, kijk. Dan zien we heen. Zo, Jimmy, waar zijn we nu? Thuis. Ja, thuis. Heb je wel een leuke dag gehad? Nee. We zijn net nog even naar opa en oma geweest. Daar hebben we lekker gegeten en buiten gespeeld. Weer. En nog steeds zeuren als hij dan weer naar binnen moest. Maar zo fijn dat het lekker weer is. Want dan kunnen we dus ook gewoon de hele dag buiten zijn. Met de Jim Jim. En dan gaan we lekker naar bed, hè? Nee. Nee, dat wil hij nooit. Maar we gaan het wel doen. Nee, nee, dus. Ik wil nog even doei zeggen tegen iedereen. Nee. Maar tot volgende week. Dag allemaal. Nee. Jawel.